lieve mensen, leuk dat jullie weer kijken naar mijn kanaal. Ik ga vandaag een algemene legging doen. We gaan heel even kijken wat ik over mag brengen en waar jullie helderheid over mogen gaan krijgen. Ik zal dadelijk eerst beginnen met twee energiekaartjes waar de overall energie over gaat. En vanuit daar gaan we even kijken waar deze legging over ons te vertellen heeft. Welkom voor de nieuwe mensen op mijn kanaal, welkom voor de nieuwe abonnees, leuk dat jullie erbij zijn gekomen. Kijk wel even of dat het met je resoneert, het kan zijn dat het nog niet helemaal met je resoneert, of deels. Neem alleen de stukken wat passend is voor je, laat de rest lekker los. Voor de mensen die nieuw zijn, het kan helpen als je je eigen abonneert, dan zit je energie op het kanaal en dan resoneren de readings vaak beter met je. Het kan ook zijn dat er in een van mijn andere filmpjes een boodschap voor je zit. Dus je kunt ook even door mijn lijst heen scrollen met andere filmpjes. Je bent niet voor niets op mijn kanaal gekomen. Dat zit meestal toch wel een reden achter. Ik ga beginnen met twee energiekaartjes. En dit doe ik met welk deck? Oké. Wat is de algehele energie voor deze legging? Oh, er zijn er drie. Let it shine. Nothing is waste. En co-create with spirits. Oké. Dus het kan zijn dat je denkt dat er iets verloren is gegaan, maar zodra jij het licht er weer op gaat schijnen, zul jij merken dat Spirit jou erin begeleidt. En jou dus de weg leidt. Zo. Even kijken waar deze legging verder over gaat. Als je denkt dat er iets verloren is gegaan, misschien in een situatie, misschien in een bepaalde connectie, dan hoef je daar niet bang voor te zijn, want er is niks verloren gegaan. Okay. Wat mag ik weten voor de lieve mensen die aan het kijken zijn? Dus zijn er wel heel veel. De aas van munten. Sorry lieve mensen, er werd even op de deur geklopt, dus ik moest heel even open doen. Maar we gaan verder. We hadden de aas van munten. Dan mag ik nog meeleven. Dus er komt ergens een begin of je wil dat er een nieuw plan of idee tot ontwikkeling gaat komen. Een stabiel begin. Wat mag ik weten nog? De ster. Moet ik mijn kop pakken? Nee. Oké. Je hebt een wens uitgesproken. Je hebt ergens hoop voor. Je hebt wel veel meegemaakt. Ja, er komt toch iets stabiels op je pad. Je hebt iets gezaaid en dat is nu aan het groeien. Je bent voor aan het werken. Ik zal zo kijken of dat het ook kan te maken hebben met een persoon die
stabiliteit met jou op zou willen gaan bouwen. Je hebt het moment gekend dat jij er even geen overzicht meer over had, dat jij je in de kou voelde staan, verdrietig was. Of het kan zijn dat jij nu verdrietig bent omdat je denkt dat iets verloren is gegaan, dat die nieuwe start niet meer kan komen. Maar als je weer gaat stralen en die wens uit gaat spreken, dan kan er wel iemand naar je toe gaan komen. Of kan, ja, als het een persoon is voor sommigen, het kan ook zijn weer gerelateerd, stabiliteit. Ja, je hebt heel veel verdriet gekend. Angsten. Eigenlijk wil je die viering en die passie en op emotioneel vlak laten groeien. Dus er is iets gebeurd waardoor jij nu de gedachte dus hebt dat iets verloren is gegaan. Je wil het nog steeds. Er ligt een nieuwe mogelijkheid om dat pad op te gaan. Je mag die angsten, pijnen en illusies loslaten, hoor ik. Dit kan als jij een rustmoment gaat nemen. Dan zul jij hier helderheid op gaan krijgen en zul jij de boodschap van Spirit door gaan krijgen. En dan zul jij jouw balans daar weer aan terug kunnen vinden. Oké. Wat mag ik weten onder de aas van munten? De koning van staven. Dus het kan zijn dat jij zelf ik hoor nu dat het te maken heeft met een persoon waardoor jij je eigen ontzettend aangetrokken voelt, omdat hij heeft een hele grote indruk op jou gemaakt. Dat hij een bepaalde kracht uitstraalt. Dit trekt jou aan. Hij behaalt wel zijn doelen. Het kan ook zijn dat jij dit wil zijn. Dat jij een nieuwe start wil en dat jij in je volledige kracht wil staan. En dat mensen zo tegen jou aankijken. En voor sommigen is het een persoon die op jouw pad gaat komen. Mag ik weten onder de ster? Ja, het is toch wel echt op liefdesvlak, deze legging. Het wordt niet gekker, hè? Want ik heb al zoveel filmpjes elke keer waar het alleen maar draait om de liefde. Dan begin ik een algemene legging en het draait allemaal om de liefde. Ja, we passen ook in de legging een... Ja, in het midden van van de legging kwam de geliefde. Ja, je wil graag dat die aanbod gedaan gaat worden. Van een gevoelig persoon.
Maar het is iemand anders die die handreiking gaat doen. Wat je dacht. Het kan ook te maken hebben dat het... dit is wat je wenst. Moet ik deze andersom pakken? En dit is wat je krijgt. Ik wil graag een kaartje onder de Aas van Munten en de Koning van Staven. Ja, je mag een nieuw plan gaan maken. Je mag er eerst goed over na gaan denken. Je mag je blik ergens anders op gaan krijgen, hoor ik. Ik zal er daar wel duidelijkheid over vragen. Kaartje onder de ster en de geliefde is de 7 van munten. Dus je bent wel heel hard eraan aan het werken. En je kunt bijna de oogst binnen gaan halen. En dat, dan kun je die stabiliteit gaan krijgen met iemand op emotioneel vlak, de geliefde. Terwijl je eerst een ander pad voor ogen had waar jij naartoe zou willen. Oké, mag ik het meer weten? Ja, dit... je hebt nog wat lessen te leren, hoor ik. Het kan zijn dus dat deze persoon die hier ligt, jou nog... kan helpen in bepaalde stappen te zetten in het leven. Dat je dus meer vanuit spirit gaat leven. Dat je meer in verbinding gaat staan. Dat jij je emoties beter onder controle kunt gaan houden. En meer kunt gaan stralen. Ik wil hier nog duidelijkheid op. Want, waar lig je? Oké, ik wil graag nog een verklaring op het eerste rijtje. Nee, je wil graag dat die soulmate naar je toe gaat komen. Dat is jouw wens. Dat pad wil jij, een stabiele relatie wil je eigenlijk, die handreiking wil je gaan krijgen. Maar je moet dingen vanuit een breder perspectief gaan bekijken. Je wil die 9 van bekers, maar... Daarvoor moet je wel alles. Vanaf een ander perspectief gaan zien. En. Moet jij je houding niet zo gesloten houden? Kaartje op de ster.
zodra je die blik gaat verbreden, zal er een voorzichtig aanbod worden kunnen gedaan. Dat is ook wat je wenst, maar dat is... Dat is een andere persoon als waar jij eigenlijk in eerste instantie wilde. Eigenlijk, dit is een handreiking wat je hebt gekregen, waar jij niet aan hebt genomen omdat jij je er niet voor openstelde, omdat jij die volledigheid eigenlijk al ervaarde. Daarna heb je er spijt van gekregen. Het oordeel is er overheen gegaan. Je bent het wel van een breder perspectief gaan kijken. Maar je hebt het idee dat iets verloren is gegaan. Maar door deze situatie heb je dus nu een nieuwe mogelijkheid. Waardoor dus het juiste op je pad kan gaan komen. En die dus een voorzichtige handreiking wel kan gaan doen. Dan zal het stukje ook weer gaan stralen. Dan... je hebt gewoon heel veel hartzeer gehad. Dat zie je hier ook liggen. Je hebt heel veel meegemaakt. Maar dan zal die cyclus ook abrupt ten einde kunnen komen. En dan zal je, als je dit stuk doorloopt, in gaat zien dat het stuk wat aangeboden werd, dus niet het juiste was. En het niet verloren is gegaan, want die andere mogelijkheid gaat er nu komen. Daardoor kan er dus abrupt een nieuw begin komen. Waar moet ik hem neerleggen hier? Oké. En dan kan die zegeviering weer naar je toe gaan komen. En dat is, heeft dus echt met die liefde te maken. De juiste liefde kan dan naar je toe gaan komen. En het kan zijn dat je met te maken had met een soulmate. Maar dat die nog niet in het juiste perspectief stond om jullie door te laten groeien samen. Je ziet dit als een gemiste kans. Maar de mogelijkheid van een tweelingziel is wel op jouw pad aan het komen. Maar jij voelt hier nog een ontzettende strijd in, innerlijk. Omdat je eigenlijk een bepaalde vooruitgang wil en die zie je dus niet. Jij hebt wel al heel veel stappen doorlopen. Mag ik nog een kaartje? Ja, die ridder gaat toch echt naar je toe komen. Er is iemand dus die nou echt werk ervan probeert te gaan maken om naar jou toe te gaan komen. Maar jij zit zelf nog een beetje in een strijd met jezelf. Of dat je die wel aan wil gaan pakken. Terwijl je het, omdat jij hier een andere cup ook al aangeboden hebt gekregen, die jij af hebt geketst. Dit krijg ik door. Ik weet niet waarom ik het zeg, maar... Jij wil wel die vooruitgang weer, maar je voelt ook de strijd. Maar je voelt ook die connectie met deze persoon. Zijn er dan twee mensen, twee verschillende? Is dit dezelfde? Oké, je hebt hier dus iets afgeketst. En je dacht dat het verloren is gegaan, maar... Die persoon wil wel weer naar je toe gaan komen, maar doordat jij een bepaalde strijd in jezelf hebt, lukt dat nog niet. Maar je hebt hier wel met een bepaalde zielsconnectie te maken. Dit zijn bepaalde afwegingen waar jij aan het maken bent. Waarom ben jij hier? Even een ander kaartje erbij. Waarom ben jij deze afweging aan het maken? Het is wel een ingewikkelde constructie wat hier ligt. Waar heeft die twee van munten mee te maken dan? Ja, je zit in een... stilstandpositie, je wil het allemaal gaan overzien vanuit een ander perspectief. Wat ik net ook al zei. Er zal een abrupt einde komen aan een oude cyclus. Weer de cup. Het paasje van bekers. Oké. Nog meer.
Dan zal die handreiking toch gaan komen. Maar wat is het dan dat jou tegenhoudt? Waarom is stabiliteit? Nou, ik moet het even helder krijgen, hoor, mensen. Oké. Oké, je hebt heel veel strijd gehad. Dat zagen we hier natuurlijk ook al. Je hebt vastgezeten in een bepaald patroon. Hier probeer je uit te komen door er helder over te gaan denken. Het is ook zo dat je daardoor let it shine. Laat het lichtje op je hart schijnen. Laat het lichtje op doorkrijgen vanuit het universum. Die zullen dan jou ook begeleiden. Je hartchakra mag geheeld worden. Dat ben je hier dus los aan het laten. Waarschijnlijk is die handreiking geweest toen jij nog in dit hele proces zat om te verwerken. En heb je daardoor het gevoel gehad dat het voorbij is gevlogen, terwijl je eigenlijk die handreiking wilde aangrijpen, maar dat kon nog niet. Omdat jij je helingproces nog moet doen. Daardoor ben je nu, dat die weer op jouw pad aan het komen is, ben jij echt een beetje in je wil het wel, je wil het niet. Nog een beetje in innerlijke strijd. Je bent balans daarin aan het vinden. Maar zodra jij dus echt het volledige oude achter je laat, zal die stabiliteit er kunnen, kun je een nieuw begin gaan bouwen. En kan die koning van bekers, die hier ook al lag, toch wel naar jou toe gaan komen. En dan kun je dus ook echt die stabiliteit misschien zelfs wel verder uit gaan bouwen. Die viering samen. Samenwonen, trouwen, gezin misschien zelfs voor sommigen. Dus het ligt er wel. Je krijgt dubbele bevestiging. Ik haal heel even deze er vanaf. Anders ligt er zoveel op tafel. Dan wordt het ook niet allemaal maar helemaal duidelijk van. Dus zodra jij die balans gaat vinden en die twijfels wegneemt, het oude achter je laat, stukken heelt, duidelijke inzicht gaan krijgen, dan kan die voorzichtige handreiking toch weer naar je toe komen. En dan is het dus niet verloren gegaan wat je in eerste instantie dacht. Ja, dan kan je kunt loskomen uit die situatie, zodra je dat hebt gedaan. Angsten en pijnen achter je hebt gelaten, zul je die helderheid gaan krijgen welke kant je dan op mag gaan. We hebben hier echt dubbel de dood. Er gaat echt een einde komen aan een cyclus. En dan kun jij gaan manifesteren. En dan kun je die liefde gaan manifesteren die jij weer naar je toe kunt halen. Die jij eigenlijk hier los hebt gelaten omdat de tijd er nog niet voor was. En jij bang was dat het dus verloren is gegaan. Maar die mogelijkheid gaat er nu na jouw helingsproces wel weer komen. En jij zult dan op intuïtief vlak ook verder zijn ontwikkeld. Jij hebt je balans gevonden. Je helderheid hierover. Jij kunt het dan weer naar je toe gaan halen. Dan ben je zelf ook klaar om die liefde aan die andere persoon te kunnen gaan geven. En dan zal die nieuwe energieke starter kunnen gaan komen voor jullie. Ik heb hier dus nu de koning en de koningin van bekers. Dus het koppeltje ligt er. Dus de mogelijkheid ligt er zeker. Je gaat het manifesteren. Dit komt omdat je knopen door hebt gehakt en het oude achter je hebt gelaten. Twee keer de geliefde. Dus uiteindelijk, als jij dit allemaal aan het helen bent, kun je het gaan manifesteren. En dan kun je daadwerkelijk in de uitkomst die liefde naar je toe halen.
Nou, dit was een ingewikkelde legging. Ik hoop dat jullie er een beetje wijs uit kunnen komen. Soms als ik dingen doorkrijg, dan heb ik er af en toe geen helder zicht meer op, omdat ze zoveel dingen, verhaallijnen doorgeven, dat het alle kanten soms uitschiet. En ik zelf even niet meer helder heb wat ik nou gezegd heb. Dus ik hoop dat het wel duidelijk overgekomen is naar jullie toe. Laat het anders even weten in de reactie. Dan kan ik er misschien op gaan letten de volgende keer, mocht het ja, iets voor jullie niet fijn aanvoelen of passend zijn. Laat een like achter als je het bericht waardeerde. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Tot ziens, doei doeg!